Ja, ik denk dat klimaatverandering echt het allergrootste probleem is wat we hebben met z'n allen. En ik denk dat het heel goed is dat we juist samenwerken nu om te gaan kijken wat voor oplossingen we daarvoor kunnen bieden. Ik vind het superbelangrijk dat studenten, ondernemers met elkaar verbonden worden, nieuwe partijen, nieuwe ideeën. Het zijn twee hele belangrijke vraagstukken voor ons die we graag een stap verder willen brengen. Hier zit je dus met een groep jonge mensen die dus onze toekomst zullen vormen. Om die op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen is natuurlijk uiterst belangrijk. En dat die in de gaten krijgen dat je dus op een hele mooie natuurlijke manier producten kunt ontwikkelen. Die zowel voor ons ecosysteem goed zijn als voor onze gezondheid goed is. Wij hebben de ambitie om binnen een schoolgeneratie alle schoolpleinen in heel Zeeland om die om te toveren tot een toffe groene leer- en speelomgeving. We hebben een dag kunnen ontwikkelen waarin kinderen kennis kunnen maken met een groen schoolplein. En dat kan elke school gaan doen. Je ziet steeds vaker dat in bepaalde gebieden verzilten, waardoor de bomen en planten doodgaan. Door middel van ons product Flowsand kunnen we water opvangen. En dat gebruiken we in periodes dat het droog is en daardoor verzilting tegengaan. Mijn plan behelst eigenlijk dat je de dam niet meer een massieve object laat zijn, maar dat je hem eigenlijk hol maakt, zodat je ook bebouwing in de dam kan verwerken. Dat eigenlijk de natuurwaarden die er al zijn, dat die eigenlijk alleen maar versterkt worden. We hebben dus een heel mooi systeem waarbij we niet alleen water bufferen in schelpen, maar ook zuiveren in schelpen. En we kunnen een fundering maken van schelpen. Die samenhang geeft heel veel mogelijkheden voor innovatie. Ik heb sowieso al met heel veel studenten heb ik net gezeten en zij hebben ook al aangegeven op onderzoeksgebied of kennis en kunde ons te kunnen helpen. Ik vind het wel leuk om uit je comfortzone te stappen en bijvoorbeeld in een paar minuten presentatie moeten geven. En dan zit je in een kring met anderen en krijg je feedback. Dat werkt wel lekker, vind ik. In het teken van ondernemerschap hebben we wel heel veel initiatief moeten nemen op meerdere vlakken. Maar ik denk ook dat dat goed is geweest om de competenties die we hadden voor de miner, om die goed te ontwikkelen. Ik vind het gewoon een heel leuk project. Je kan wel een mooi idee hebben, maar als het ergens in de lucht hangt, dan schiet dat niet op. Door het probleem te schetsen hopen we dat de gemeentes erkennen dat het een probleem is. Door ons product kunnen we dat aanpakken. Stel, wij winnen de Delta Water Challenge, dan zie je hier in de toekomst bij de Veerserdam onder water een hele rijke biodiversiteit aan zeeleven ontstaan. We willen heel graag dit jaar het doel halen om minimaal 10 scholen te voorzien van een groen schoolplein. En op de langere termijn willen we binnen 8 jaar alle 200 Zeeuwse scholen voorzien van een groen schoolplein. Wij hebben er alle vertrouwen in. Ook dit idee wat we nu hebben staan is een toegevoegde waarde voor de natuurbeleving van Veerserdam. En de winnaar van de publieksprijs, dat is de Sea Citadel. Dus de winnaar is de Groene Revolutie, de Zeeuwse School. Dat de winnaar is de Villa de Rebellen.